Hier was het om te doen, de gouden medaille voor Nederland. Ja, hoe heb jij je race gereden? Ik had het wel redelijk zwaar, moet ik zeggen. Maar ja, de koers werd hard gemaakt, dus ik dacht als ik het zwaar heb, dan is het positief. Want dat is wat we wilden. En er werd wel echt gekoerst op Box Hill ook. En er kwam wel weer een grote groep terug. Maar ja, dan zie je toch als de mensen het zwaar hebben, dan kan Marianne het verschil maken. Net iets na Box Hill. Wat betekent dit voor Marianne Vos? Ja, ik denk kroon op mijn werk. Ik denk ook vandaag dat echt de beste heeft gewonnen. Als je ziet hoe hard er... Ik zat echt als eigenlijk gewoon nog af te zien in de achtervolging, terwijl ik niet mee hoefde te rijden. Er is met zoveel landen echt keihard achter aangereden dat het echt super knap is dat ze vooruit bleef. Ja. Je weet, ze is vooruit. Ze is dan met 3. Wist je van, dit gaat ze maken? Nou, toen reed er ook nog Amerikaanse lek, dus ik dacht, er gaat nog een sterk land meerijden. Ik denk, ja, dus, maar de vraag is altijd wel klaar van als ze teruggepakt worden, dan is de aanval voor mij. Maar dus ik, ja, ik vind het echt eigenlijk verbazingwekkend dat ze vooruit is gebleven. Want als ik zie hoe hard er achter gereden is, dus ik zag regelmatig 45-50 op mijn snelheid. Dus ja, echt super knap, denk ik verdiend. Marianne Vos is de beste wielrenster van de wereld, hè? Dat is wel duidelijk. Ja, inderdaad. En nu heeft ze echt mooi laten zien. Ja, vandaag was echt de beste en heeft ook de beste de gouden medaille, denk ik. En ze heeft op een prachtige manier het ploegenspel afgemaakt. Ja, denk ook. Denk ook dat we gewoon al heel goed hebben gereden als ploeg. Ellen van Dijk en Loes. Ellen ook als gek op Box Hill de koers hard gemaakt. Kwam ook weer elke keer terug. Dus, ja. Voelt dit voor jou nou ook een beetje als winnen? Eerlijk zijn? Nee, ik vind dat de beste heeft gewonnen en dat is Marianne. En ja, dan had ik ook mijn kans moeten pakken. Dus het is wel een teamprestatie, dat zeker. Dus we gaan zeker als vanavond als ploeg het feestje wel vieren.